Nou jongens, welkom bij een nieuwe aflevering. Yes. Dit met Loesje. Hallo. Eigenlijk een soort van klein zusje voor mij. Ja, echt hè? Ja. Ik zat eergisteren te denken, 18 jaar ken ik jullie. Ja. 18 jaar, ja. Dat is niet normaal. En een klein zusje, omdat ze natuurlijk altijd de beste vriendin is van mijn zusjes. Dus het voelt als een soort van familie. Het voelt heel vertrouwd. Ja. Dus het zal wel een heel leuk gesprek worden. Ja, en sommigen zeker. Denken helemaal dat het een interview is soms. Maar het is juist een beetje een gesprek samen. Dus, maar we hebben hele goede vragen voor jou. Ja. Want ze hebben echt mega veel ingestuurd. Ja, oh, ik dacht misschien wil je die omdraaien. Daar wilde ik voor omdraaien, nee. Maar dat is oké. Okay. Nee, ze hebben echt superveel vragen voor jou. Leuk, leuk. En ik heb gewoon de vragen uitgekozen die het meeste werden gesteld. En daar gaan we gewoon mee beginnen. En die kleine dolstjes ook mee. Dus soms doen we misschien wel even een breakie. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan gewoon lekker van start. Je bent natuurlijk een newborn mom. Echt net eigenlijk. Want hoe oud is ze nu? Bijna 3 maanden. Ja, dus hoe leuk is het dat Loesje gekomen is. Ik vind het heel knap van je. En goed van je. Nou, ga lekker zitten. Yes. En dan gaan we lekker kletsen. Leuk. Nou, ik dacht, we doen als eerste vraag. Een beetje een algemene vraag. Mm-hmm. Met hoe ervaar je het moederschap tot nu toe? Ja, ik ervaar het echt fantastisch. Het is echt heel dubbel. Want soms is het ook heel zwaar. Maar het is de allermooiste tijd van mijn leven. Mm-hmm. Maar ook wel weer de allerzwaarste. Maar het telt niet mee, dat zware gedeelte of zo. Het is heel erg dubbel. En ik had nooit verwacht dat ik het echt zo leuk zou vinden. Want ik heb altijd gezegd van ik word niet zo'n moeilijke moeder. En ik geef er wel eens af en dan ga ik alsnog lekker uit eten. Ja. Maar het komt echt nog niet in me op. Naar de oppas te brengen. Nee, ik had nooit verwacht van mezelf. Maar ik ben helemaal over de moon. Ja, dus je wil alleen maar met haar zijn. Ja. Oh. Ja. Dus als ik ook ga lunchen of zo, of met vriendinnen wat leuks doen, dan gaat het altijd mee. Ja. Hoe moeilijk dat ook soms is. Ja. Je merkt het nu. Ja. Nee, maar het is goed dat je het doet. Ja. Dus fantastisch. Echt heel erg leuk. Dus eigenlijk die zware momenten, die zijn er natuurlijk onwijs. Ja. Dat weet iedereen. Ja. Maar al het leuke maakt het wel weer goed. Ja. 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 En dus inderdaad, ik zei ook van het is ook de zwaarste periode uit mijn leven. Maar bijvoorbeeld, ik heb nog nooit 3 maanden achter elkaar 5 uur per nacht geslapen. Maar toch. Nee. Ik doe het en ik ben niet even moe overdag. Nee. Zo gek is het. Je bent eraan. Je bent eraan. En als ik ook kom, denk ik eerst van oké, niet nu, niet nu. Om 5 uur. Ja. En toch, als ik dan weer een fles aan het geven ben, denk ik, ach, heerlijk. Nee, je moet wel. Ja, je moet ook wel. Is het gewoon als je mama bent, je hebt geen keus. Je hebt en echt dat, geen keus. Dat is het meer. Ja. Je hebt gewoon geen keus. Nee. Dus je moet. Ja. Dus je gaat door. Ja. Maar ja, het is wel heel zwaar. Ja, absoluut. Ja, dus eigenlijk ben je mama. Eigenlijk wel een beetje zoals ik. Gewoon die alleen maar met haar wil zijn. En die het moeilijk vindt om haar dus weg te brengen. Ja. In het begin, jij hebt dat toch niet? In het begin had ik dat heel erg. Ja? Hoe lang heeft dat geduurd? 1,5 jaar ben ik pas met Daan een nachtje weg geweest. Oké. Okay. En na 9 maanden wilde ik pas dat er iemand op haar ging passen, maar dan bij ons thuis. Oké. Okay. Ja, dus ik 9 maanden? Ja. Oh my god. Oké. Okay. Maar dat komt echt wel. Dat zou nu niet zo zijn. Door mijn herstel na mijn bevalling. Ja. Want als je zeg maar 3 maanden plat moet liggen, gewoon, dan wil je niet dat zij weggaat. Want je ligt alleen de hele dag, zeg maar. Ja. En dan wil je niet dat zij ook nog eens dan bij een oppas gaat. Want waarom? Nee. Ik ben met haar. Ja, dat dus we ik. Waren heel erg dit, nog steeds. En daarvoor vind ik dat niet fijn. Nog steeds, hè? Dus ik snap wel je gevoel dat je het moeilijk vindt om haar dan weg te brengen naar iemand. Ja, terwijl ik heb dat herstel wat jij hebt gehad dan niet gehad. Wel, ik heb wel 2 weken op bed gelegen bij spreken, maar ik heb het ook, dat kan. En dat komt echt wel. Ja. En op een gegeven moment ga je het fijn vinden. Ja. Ik ben nu zo blij dat zij de liefste opa en oma heeft. En dat is zo fijn op een gegeven moment, maar je moet er gewoon klaar voor zijn. Ja. Nou, we kregen heel veel vragen voor Loesje. Dat jij in een traject zag, want we hebben allemaal jouw filmpje gezien op Instagram met die spuiten. En, kan je meer vertellen over jullie traject? Want je hebt ook een keer gezegd dat je onvruchtbaar was. Ja. Helemaal geen eileiders. Hoe zit dat allemaal? In Nederland noemen ze dat onvruchtbaar. Als je niet meer op de natuurlijke manier zwanger kunt raken. Wat is er gebeurd? Bij mijn geboorte had ik 1 gekantelde eierstok. Dus die is bij jouw eigen geboorte? Bij mijn geboorte,
Dus die is eigenlijk gelijk toen ik baby was operatief verwijderd. Okay. Dus ik had nog maar één eierstok. En ja, daar moet ik het nu natuurlijk mijn hele leven mee doen met die eierstok, niet die ene. Ja. En daardoor had ik ook maar één eileider. Want ja, als je eierstok eruit gehaald wordt, werd er ook die eileider natuurlijk uitgehaald. Ja. Dus ik had ook maar één eileider. En toen heb ik 3 jaar geleden, had ik de nieuwste spiraal, de Kilena spiraal. Ja. En die ging ik wel even testen. En daar zaten heel weinig hormonen in, dus het scheen helemaal de shit te zijn. En toen ben ik dus daardoorheen ben ik zwanger geraakt. Net als jij, buitenbaarmoederlijke zwangerschap gehad. Weet ik natuurlijk wel van jou, maar jullie weten dat niet. Nee. Je hebt daar nooit over gesproken. Nee, nee, klopt. Ik voelde die behoefte niet. Nee. De embryo die in die eileider verstopt zat, moest eruit. Dat was mijn laatste kans op natuurlijk zwangerschap. En daardoor moest ik IVF. Ja. Ja. Maar bij mij zat dus nog die spiraal erin toen ik zwanger was. Buitenbaarmoederlijk. Dus ja, heb ik eerst de spiraal eruit gehaald. Toen zeiden ze van mijn... Dacht jij dat je buikpijn had door je spiraal? Ja. Ja, en toen hebben ze echo's gemaakt. Nou, er zat niks in mijn baarmoeder natuurlijk. Dus zeiden dat ik niet zwanger was. Maar ja, die test die bleef maar zeggen dat ik zwanger was. En toen op een gegeven moment ben ik in de nacht helemaal bloeden. Ik bleef maar bloeden, echt wekenlang. Ja. Op een gegeven moment ben ik flauw gevallen in het toilet bij mij thuis. Toen heeft mijn vriend de ambulance gebeld. En toen in het ziekenhuis voor de buitenbaan. Was echt helemaal oud. Ja, helemaal oud. Ik viel zo van het toilet af. Jezus. Ja, en toen pas zijn ze erachter gekomen dat ik een buitenbaarmoeder had. Terwijl de dokter zei, maar nee hoor, er zit niks. Ja, ik herken je verhaal natuurlijk heel erg. Alleen jij was wel even een randje verder als ik zelf. Ja, misschien. Ja, ja, ik was net op tijd. En jij is het echt fout eigenlijk gegaan. Te laat. Ja. Te laat. Ja, klopt. En toen naar het ziekenhuis. Ja, en nou ja, dan zeggen ze volgens mij van we kunnen je een pil geven. Ja, klopt. Is dat een abortuspil? Weet ik niet of dat is. Wat was het nou ook alweer? Morfinepil, toch? Kan zeiden ze tegen mij. Ja, dat het daardoor dan allemaal opgelost wordt. Ja, dan is het voor jezelf ook heel heftig. Ja. Dan, om zo'n pil te nemen is heel heftig. Ja. Ja, dus daar mocht ik voor kiezen. Mm-hmm. Maar ik weet niet meer zo goed, zo lang geleden, waarom ik dat niet heb gedaan. Ik heb, volgens mij was het te laat. Het moest gewoon heel die eileider eruit, omdat het al zo groot was. Ja, veren een vlieg hier. Ja. Maar jeetje mine. Ja. Dus jij bent toen meteen geopereerd. Ik ben meteen geopereerd, ja. Want ik dacht van, haal gewoon die embryo uit die eileider. Maar dat kan dus niet. Nee, niet als die zo groot is. Nee, dus de hele eileider moest inderdaad uit. Dus toen had ik helemaal geen eileiders meer. En dan moet je via IVF. Tijdelijke uitleg, maar heel heftig. Ja. En, maar zat jij eigenlijk aan anticonceptie toen de tijd? Ja, ik, bij mij was het anders. Want jij had niet door dat je zwanger was. En ik wilde eigenlijk eerst zwanger worden. Ja. Toen was ik zwanger. Ja. En toen was er bij de eerste echo, die van 7 weken, gewoon niks te zien. Nee. Dus toen zeiden ze gewoon, het gaat ook heel, heel heftig. Ja. Ik denk dat je natuurlijk een miskraam hebt gehad. Dus, maar echt bam. Ja, en jij ligt daar en denkt, wat? Ja. En toen, eigenlijk dus natuurlijk een miskraam, maar dat moesten ze nog checken in het ziekenhuis. Toen hebben ze het allemaal gecheckt in het ziekenhuis. Dus ik herken je daarin dat ze niks zagen. Ja, heb je een ZOL, zwangerschap onbekende locatie. Ja. Want ze konden het niet vinden, want het had wel dat HGC-hormoon, wat jij ook had. Ja, maar ik vind het zo vreemd dat ze op geen één scan een buitenbaarmoeder kunnen zien. Ja, en ik heb laatst ook een meisje geholpen via de DM. Ja. Dat ze gewoon naar het ziekenhuis meteen moest gaan. Oh. Omdat ze niks inderdaad op een echo kunnen zien. Nee. Ze kunnen niks zien op een scan. Je moet niks. Gewoon een buikoperatie krijgen. Ja. En dan pas kunnen ze het zien. Dus als jij echt dat gevoel hebt bij deze, ga gewoon naar het ziekenhuis, want het zit er gewoon wel. Ja. En bij mij zagen ze het ook niet. En bij jou ook niet. Nee. Bizar. Maar kijk, bij jou was hij al was het al veel erger als vrouw gevallen. Ik had zo'n buikpijn dat ik gewoon niet meer kon. Nee. En ik heb nog een maand lang doorgelopen, omdat zij dus zeiden dat ik een natuurlijk een miskraam heb gehad. Ik ben nog naar Disney geweest, 4 dagen met 33 graden. Wel op mijn nek, je kent allemaal wel alleen maar bloeden, dat ik dacht, dat zou wel mijn eerste hevige menstruatie zijn. Mestel, na die miskraam schijn je erg te menstrueren. Ja. En toen, pas 5 weken later, ben ik naar het ziekenhuis gegaan, naar de spoed. Ja. Ook midden in de nacht. Ja.
Omdat terwijl, ik gewoon niet meer kon van de bloed en de pijn. Ja, ja, terwijl als je echt te lang doorloopt, ga je gewoon dood, hè? Ja, I know. Als die spat je eyeliner, overleef je het niet. Nou, yeah. Ik snap niet dat ze er eigenlijk zo slecht mee omgaan bij de ziekenhuizen. Nee, het schijnt dat je eyeliner zo klein is, en je eierstok ook, ze kunnen daar gewoon niet in kijken. Dus nee, niet met een echo, niet met een scan. Nee, maar dan vind ik dat je met, als je denkt, oké, er zit niks in je baarmoeder, je hebt een miskraam gehad, we gaan meteen wel even je bloed testen of je HGG, hormoon ook wel laag genoeg is. Ja. Want als ze bij mij meteen hadden bloed geprikt, hadden ze kunnen zien dat ik nog zo zwanger was, dat er eigenlijk dat die ergens had moeten zitten. En dat hadden ze niet gedaan. Nee. Nee, dus dat is ook een foutje. Ja. Dat deden ze pas toen ze dachten van, oh, misschien is het buiten baarmoederlijke. Dan ga je bloed in de gaten houden. En toen ging dat HGC steeds hoger, 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 steeds zwangerder. Ja. Ja. Maar het was dan wel een beetje te laat, ja. Ja, dus dat is eigenlijk Lucia haar verhaal, waardoor je dus een traject inging. Ja. 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 Vond je het heel erg? Nou, kijk, in Nederland, zoals ik al zei, noemen ze het dus onvruchtbaar. En dat vond ik heel heftig. Om te horen. Om te horen. Ja, snap ik. Maar toen uiteindelijk toen ze zeiden van nee, maar ik kan gewoon met IVF en ICSI. Toen dacht ik echt, yes, echt winning in life. Ik was er zo blij mee. Snap dus ik. Eigenlijk was ik heel blij met het traject. Echt heel blij. Okay. Ja. Ja. Ik vind het heel raar eigenlijk dat we het allebei hebben meegemaakt. Hè? Ja. Maar, terwijl je hoort het echt niet veel. Jij hebt het nooit gedeeld. Maar toen ik het dus deelde met jullie, toen kreeg ik zoveel berichten. Oh wel, jij zegt mensen het wel. Ja, misschien vertellen mensen het gewoon niet. Nu krijg jij misschien zo meteen hierna de berichten van heb ik ook meegemaakt? Of hoe zit het? Want ik had eigenlijk nog nooit van gehoord toen ik het had. Jij wel? Ja, jij van mij natuurlijk. Want jij wist van jou, het van mij. Ja. Maar had jij het voor mij al een keer? Maar eerlijk, je hoort het dan van jou. Ja. Maar omdat je weet eigenlijk niet helemaal wat het is. Nee. Je verdiept je er niet in. Nee. Snap je? Nee, klopt. Ja, net als dat mensen die niet met zwangerschappen bezig zijn en iemand zie, oh gefeliciteerd, nooit vragen van hoe voel je, hoe gaat het? Klopt. Je bent er niet mee bezig. Nee, klopt. Nee, dat is echt zo. Ja. Maar goed. Hoe lang heeft jullie traject geduurd en kan je meer vertellen over jullie traject? Ja, wij zijn dus naar Gent geweest, naar België, omdat ik... Nou ja, sowieso heb ik zelf niet hele goede ervaring in Nederland. Ook door dit wat ik net vertelde over die artsen. En ook steeds als ik bijvoorbeeld een uitstrijdje maak of iets, zijn ze altijd op zoek naar de tweede eierstok die ik niet heb. Dan denk ik, nou ja, jongens, je ziet het in het systeem dat ik dat niet heb. Oh, dat bijvoorbeeld, ja. Ja. En nou ja, mijn schoonmoeder is in België geweest. Vriendinnen van ons zijn in België geweest. Allemaal in één keer geslaagd met dit traject. Dus ik ben direct naar België gegaan voor dit, voor ICSI en IVF. Ja. Ja, ze zijn daar gewoon zo professioneel en ze werken meestal met ICSI. Dat is net iets anders dan IVF. Ja. En de slagingskans is hoger daarvan. Oké. Okay. Dus, en wat is dat dan? Ja. Moet ik het even goed zeggen? Ja. Wat is het verschil? Wat is het verschil? Bij IVF plaatsen ze de zaadcel van de man in jou. Ja. En dan moet jij zelf het werk doen. Dus het bevruchten en doen in je buik. Ja. En met ICSI bevruchten ze jouw eitje van je eierstok en het zaadje van je vriend onder een microscoop. Oh, samen? Samen. En dan wordt het een embryo. En gaan ze kijken of het embryo goed is, wat zijn kwaliteit het is. En dan plaatsen ze het in zijn geheel terug. Een stapje verder eigenlijk. Een stap verder, ja. Dus als toen teruggeplaatst werd. Ze manipuleren het eigenlijk een beetje. Ja. Ja. Dus toen het bij mij werd teruggeplaatst, is het al een maand. Dus toen was ik al een maand zwanger, zeg maar. Wauw. Dat was wel heel fijn. Ja. Ja. Wauw. En hoe lang heeft het geduurd? Toen ik die buitenbaarmoeder had, ben ik eigenlijk gelijk daarheen gegaan. Mm-hmm. Omdat ik wilde weten hoe vruchtbaar ik nog was en hoe het allemaal zou gaan. Dus toen heb ik allemaal onderzoeken gedaan. Die onderzoeken duurden... Ik denk dat ik daar 3 keer ben geweest voor de onderzoeken. Oké. Okay. Toen, een jaar of 1,5 jaar later, zijn we echt gaan beginnen. Dus voordat je kon beginnen überhaupt, duurde het 1,5 jaar? Nee, voordat we er zelf aan toe waren om kindjes te krijgen. Oh zo, je had het al een beetje gewoon in progress gezet. Ja, van, ik wilde hoe lang echt duurt het en precies. Wanneer wil ik zelf, wanneer ben ik er klaar voor? Ja, want ik hoor natuurlijk heel vaak om me heen dat het traject heel lang duurt. Ja. Dus ik dacht, ik ga meteen nu alles doen en onderzoeken. En als ik dan toe ben aan kindjes, dan
weet ik in ieder geval waar ik aan toe ben. Ja. Niet dat ze zeggen van, maar je bent helemaal niet meer vruchtbaar. Zoiets. Of het duurt nog 3 jaar. Of het duurt nog 3 jaar. Ja, want dan precies. Was het meteen toe begonnen. Ja. Maar goed, toen we dus eenmaal aan toe waren vorig jaar, toen duurde het misschien een maand. Wauw. Ja, en toen dan ga je dus een maand, ik heb 1,5 week die spuiten in mijn buik gedaan, de stimulatie. Mm-hmm. En dan gaan ze inderdaad de eitjes bij je eierstok wegplukken. En dan gaan ze onder in het laboratorium maken en dan terugplaatsen. Nou, ik denk dat het een maand heeft geduurd. Eigenlijk onwijs snel. Ja, heel snel. Ja. Ja. Jeetje. Ja. Dus je bent eigenlijk helemaal tevreden over hoe alles gegaan is daar in België en Gent, toch? Ja, Gent. Zeker. Ja, echt heel erg blij. Ja. Jeetje. Ja, geen pijn ook. Ik bedoel, kijk, in Nederland, ik wil geen mensen bang maken, maar in Nederland... Nee, maar je mag wel advies geven, toch? In Nederland, kijk, die eierstok, die zaadjes moeten uit, of die eitjes moeten uit de eierstok geplikt worden. Ik heb dit een keer gehoord van iemand dat dit afschuwelijk veel pijn doet. Ja, in Nederland doet dat dus echt best wel veel pijn. Heel veel hoor dit, ja. Heel erg veel pijn. Ja, ik wil het niet, maar goed, het doet heel veel pijn. In Gent doen ze het echt heel anders. Daar verstoof je ze, krijg je morfinepomp. Ik heb er helemaal niks van gevoeld. Wauw. Ja. Dus ze zijn daar lopen alleen maar vrouwen. Ze zijn super lief, niks doet pijn. En ja, het is gewoon heel fijn. Ja. Ja, dus jij zegt eigenlijk, ga naar Gent. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb een linkje ook in mijn Instagram ook. In mijn hoogtepunten, pregnancy uit mijn hoofd. Dus als je de kliniek zoekt. Ga even naar haar Insta. Zet hem heel even, Loesje, haar Insta in beeld. Ja. En dan kan je dat vinden. Ja. Ja. Nou, mooi dat je het deelt ook, want nogmaals, dat moet je ook allemaal maar willen. En ik ben heel blij dat je dat doet, want daar hebben jullie waarschijnlijk ook weer heel veel aan. Ik hoop het, ja. Ja. Je hebt natuurlijk een keizersnede gekregen. Ja. Waarom ook alweer? Dolce bleef in stijfligging liggen. Oké. Okay. En ik kon de versie doen, maar voor je eerste kindje is een versie, heeft 30% slagingskans. Dat is dat draaien, toch? Ja. Ja. Gaan ze met handen, gaan ze aan je buik zitten en het kindje draaien. Nou heeft het dus een lage slagingspercentage en het schijnt ook heel veel pijn te doen. Mm-hmm. En ik had in mijn onderbuik het gevoel dat het kindje zou liggen met een reden. Oké. Okay. Dus ik heb ervoor gekozen om haar niet te draaien. En ik moet zeggen, toen ze inderdaad eruit kwam, was de navelstreng, zegt het goed? Ja, de navelstreng was echt zo kort. Ja, dus als je er had gedraaid, had er daar... Al was dat sowieso nooit gelukt. Dus gewoon je gevoel volgen. Ja, gevoel volgen. Ik denk dat die kindjes zo liggen voor een reden. Ja. Of je bent misschien te smal daar beneden, dat je trechterbekken hebt. Of de... Ja, je gaat misschien gewoon tegen de natuur in. Precies. Eigenlijk. Ja. Dus de keizersnee is ook een beetje tegen de natuur in, maar ik geloof daar meer in. Ja. Dus dat was de reden. En iemand heeft gevraagd, hoe heb je je keizersnee ervaren tijdens, maar ook het herstel daarna? Tijdens is heel gek. Ik moet zeggen, ik was heel erg bang voor de ruggenprik. Mm-hmm. En voor de meeste vrouwen is een ruggenprik heerlijk tijdens de bevalling. Want dan zit hij in een wee en dan voel je bijna die ruggenprik. Ja, dat had ik. Ja, nou. Ja. Dat was het hemel op aarde, zeg maar. Ja, hemel op aarde. Ja. Maar voor mij was hij natuurlijk niet heel erg lekker. Ik had geen weeën en ik moest... Dat was eigenlijk bij jou het spannendste. Ja. Toch? Eigenlijk wel, dat dacht ik. Ja, ja. Dus ik ging daarheen en die ruggenprik vond ik inderdaad niet fijn. Nee. Zo helemaal je kind pletten, weet je, helemaal zo. En dan rugprik erin. Maar goed, hij viel reuze mee. Het is 10 seconden, dus ik mag echt niet zeuren. Gaan ze inderdaad snijden. Ja, en dan gaan ze een beetje duwen en trekken aan je. Dat is wel een beetje gek. Dus je beweegt. Ja, je beweegt. En toen werd ik misselijk, toen zei ik dat. Toen kreeg ik daar gelijk wat voor. Dus als je een keizersnee hebt en je voelt je misselijk of hoofdpijn, dan geef het aan, dus geef je er iets meteen voor. En toen ben ik 10 seconden weg. Mm-hmm. Maar ik heb het heel fijn ervaren. Want binnen 5 minuten dat ze gaan snijden, is ze er al. Dan laat ze haar gelijk zien. Dus dan ben je al afgeleid. En daarna gaan ze 3 kwartier hechten. Dus je bent gewoon afgeleid, want je ziet je baby. Ja, dus je denkt niet meer aan de pijntjes. Nee, je denkt niet van, ik word nu helemaal dichtgenaaid. Nee. Nee, je ziet die baby. En dat is na 5 minuten nadat je ruggenprik bij wijze van spreken krijgt. Ja. Dus het is eigenlijk echt... En je moet in je achterhoofd houden, ze doen dit de hele dag door. Ja. Dus er
kan niet zo heel veel misgaan. Nee. Dus dat eigenlijk. En, ja, en je krijgt er gelijk hier. Dus dat is ook heel fijn. Ik had een gentle C-section. Dus dan krijg je er gelijk hier. Oké. Okay. Heb je daar ook verschil in? Ja, blijkbaar. Oh, dat wist ik niet. Ja, dan krijg je dus de kindjes gelijk op je borst. En qua herstel, ja, het doet wel pijn. Ja, die papegaai, zeg maar, om jezelf op te hijsen, ja, heb je echt nodig. Ja. En echt bedrust heb je wel minimaal een week moet je hebben. Ja. En je kan niet zelf omhoog in je bed of wat dan ook. Nee, echt niet. Nee, ik dacht echt van, nou, we gaan het wel zien. Ja. Maar nee. Maar hoe lang heb jij op bed gelegen? Niet. Even eerlijk. Niet. Nee. Ik denk in het ziekenhuis, nou sowieso 2 dagen dan in het ziekenhuis. En thuis viel de bank. Mm-hmm. Maar ik zat in een soort rush. Adrenaline rush. Ja. En ik heb ook de kraamzorg elke dag om 1 uur naar huis gestuurd. Omdat ik alles zelf wilde doen. En zelf bezoek ontvangen en zelf alles doen. Ik weet niet waarom, ga ik ook echt de volgende keer niet meer doen. Oké. Ga ik echt veel meer ontspannen en echt van genieten dat zij er is. En eigenlijk echt die rust nemen proberen. Ja, absoluut. Ja. Maar mijn arts die mijn keizersnee had gedaan, die zei wel van, zolang je kan, gewoon bewegen. Ja. Want dat is eigenlijk alleen maar goed voor je herstel. Dus dat heb ik ook heel erg letterlijk genomen. Beetje te letterlijk genomen. Ja. En ik ben na 6 dagen wel weer ook een beetje gaan wandelen naar het dorp. Dat is gewoon hartstikke snel. Ja, is heel snel. Maar ik moet zeggen, ik voel me wel gewoon heel goed. Ik heb nergens meer last van. Dus ja. Het is niet zo dat je wond meer pijn is gaan doen doordat je te snel ging. Nee, en je moet absoluut niet tillen. Dat zou ik echt, dat heb ik ook. En wilde ik de boodschappentas pakken. Nou, die schiet er dan wel echt gelijk in. Dat moet je echt niet doen. Oké, dus dat deed jij ook echt niet, tillen? Nee. Oké. En, schattig ze niet. Ja. Ze is zo zoet. Ja, ze is wel lief. Ze is hartstikke lief. En, verder wandelen ging dus wel. Ja. Half uurtje per dag, niet meer. Maar eigenlijk vind je het herstel dus niet zo pittig. Nee, alleen van plat naar opstaan doet dus echt pijn. En daarom wilde ik ook eigenlijk niet in bed liggen. Oh, oké. Want ik dacht, ja, dan moet ik elke keer naar het toilet, iets pakken, mijn kindje pakken. Ik bleef gewoon op de bank een beetje rechtop zitten. Oké. Okay. Dat was voor mij juist veel fijner. Oké. Okay. Ja. Ja, zo zou het voor iedereen anders zijn. Ja. Maar oké, dus eigenlijk heb je het heel fijn ervaren. De keizersnede en ook het herstel ervan. Ja. Ja, absoluut. Wat goed zeg. Ja. Ja. Eentje. Nou, je zei er net al iets over, maar de volgende vraag. Wat vond je van jouw kraamtijd en wat zou jij aanraden? Wat zou je anders doen? Vond je bezoek fijn? Of wilde jij rustig aandoen? Kraamtijd, ja, heel mooi. Hele bijzondere tijd. Echt, mm-hmm. Oh, ik zat naar haar te staren en te huilen dat ik er zo mooi vond. Je hebt heel veel gehuild, hè? Ja. Oh, ja, dat zei je nog tegen mij. Ja. Blijf maar huilen. Ja. En ik dacht kraamtranen, dacht ik, oh, dat is iets moois. Maar ik vond het wel heel deprimerend ook. Gewoon. Ja, omdat het zo ja, gaat. Het gaat echt zo. Ja, je bent heel depressief. Ja. En dan weer heel gelukkig. Ja. En dan denk je, waar ben je dan depressief over? Maar dat was dan inderdaad over van, oh, gaat ze me wel lief vinden? Gaat het wel goed komen? Weet je wel, zo. Ja. Maar ja, dat was. Ik heb daar denk ik 6 dagen last van gehad. Oké. Aan het eind van de dag, dus als je echt heel erg moe bent. Ja. En niet in de ochtend, had ik nooit. Nee, het begon eigenlijk goed de dag. Ja, hoe moeier ik werd, hoe meer tranen. Oh. En verder, ja, ik ga dus volgende keer echt meer genieten van mijn kraamverzorgster. Haar gewoon een broodje voor me laten maken en haar niet op 1 uur wegsturen. Ja. En verder qua bezoek. Ja, ga ik volgende keer ook iets minder doen. Ja, had je niet te veel? Ja, of te veel of gewoon allemaal in 1 keer doen. Dus, of een kraamfeest? Ja. Bijvoorbeeld? Ja. Ja, ik was altijd wel bang dat bijvoorbeeld als je een kraamfeest geeft, dat bijvoorbeeld mensen dan na 3 dagen weer zeggen, mag ik weer komen? Ja. Daar was ik dan bang voor, maar dan ga ik dan gewoon zeggen nee. Ja, dus leer nee zeggen, denk ik. Ja, leer nee zeggen. Ja, absoluut. Ik heb nu een beetje zoiets buiten mijn familie. Ja. Stel zij komt. Ja. Echt gewoon even in mijn bubbel hoor. Ja. 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 Maar dan mag wel familie komen. Ja, gewoon echt mijn eigen gezin en Daan's eigen gezin. Maar daar stopt het dan ook even, denk ik. Ja, voor mij ook. Ja. Ja. Dus dat is wel echt een tip van jou aan hun van zeg gewoon nee. Ja. En ga even in je bubbel. Ja, leer echt eventjes naar jezelf luisteren.
En leer ook echt even één keer gewoon nee te zeggen. Ja, ja. Niet één keer, maar vaker waarschijnlijk. Ja, vaker, maar ja, vooral in je kraamtijd. Geniet ervan, het vliegt voorbij. En ja, ga je inderdaad even in die bubbel. Ja, ik heb nu zondag een kraambezoek gehad van een beste vriend van mij. Ja. Van Jill. En oh, van haar tweede jongetje. Oh, en ik heb haar van de baby showers. Nou ja, dat heb je ook gezien. Wat leuk. En maar op de baby shower was zij. En ik liet haar dus helemaal in die bubbel. Ja. Wel heel veel berichtjes sturen en van hoe gaat het en zo. Hoe laat maar niet, bevallen? 19 oktober. Oké. Okay. Maar niet van, mag ik wel langskomen? Natuurlijk wil je dat. Maar nee, ik dacht, ja, ik laat het even. Ja. Want ik laat ze even gewoon in hun bubbel. Ja, dat heb ik ook bij Julie Marie gedaan. Ik zei bij Marie, ze had zo best een snelle bevalling en blabla. Ja. En ik heb ook gezegd van, ik hoor graag wanneer ik langs kan komen. Ik ga het niet aan jou vragen, jij geeft het aan. Ja. Nou, toen moest ik ook wel heel lang wachten die keer. Ja. Voor mijn gevoel. Maar mijn vriendin wilde dus niet juist dat ik kwam en waarvoor heb je me niet bericht? Oh. Eerder, dat. Oh ja. Terwijl juist, ik denk, laat lekker iedereen in hun bubbel. Ja, en ik moet zeggen, dat vind ik ook het fijnst. Hoor, vriendinnen die dat hebben gedaan. Die gewoon lieten? Ja, ja. Al duurde het, al komen ze nu pas. Ja. Ik vind het niet erg. Nee, daar ben ik een beetje tenminste. Ik weet nog wel, ik liep met Daan en hadden we een cadeautje voor jou. Ik zijn we gewoon in een voortuin gelegd. Ja, dat ik echt zo erg. Nee, maar ik weet, je hebt niet altijd zin. Je staat elke keer met je aanstaan, koffietje maken, wil je wat drinken? Je hebt er helemaal geen zin in. Nee. Dus ik had haar cadeau in de tuin neergelegd met een foto, Loesje. Jouw cadeau ligt in de tuin en ik zie het wel. Ja, dat ik moet heel eerlijk zeggen, klinkt heel koud, maar dat is op dat moment wel echt wat je wat fijn wilt, is. Wat het fijnste is. Ja, vind ik wel. Het komt allemaal wel. Ja, het komt allemaal wel. Even kijken. Tijdens jouw zwangerschap, vond je het heel erg dat je lichaam zo veranderde? Nee. Nee? Nee. Ik moest wel wennen, dat ik dacht op het begin van, gaat het niet te snel, die buik? Terwijl eigenlijk had ik helemaal niet echt een buik. Nee, je was heel mooi zwanger. Ja. Heel klein. Heel klein. Ja. Maar nee, ik vond het heerlijk. Ik moet zeggen, dat zwanger zijn, ik had er geen moeite mee, want ik had geen kwaaltjes. Nergens last van? Nee. Nee. Nee, maar omdat jij natuurlijk zo... Ja, misschien. Ja. Dat je dan ineens moet wennen aan dat je wel een buikje hebt. Ja. Nee, dat viel allemaal wel mee eigenlijk. Alleen de laatste trimester slapeloze nachten. Maar goed, ben je eigenlijk al aan het voorbereiden op wat er komt? Ik wou net zeggen, dat denk ik. Ik heb dat nu een beetje. Ja, je zegt zo om 5 uur. Nou dat, het plafonddienst. En dan denk ik, mijn kind slaapt gewoon. Ja. Ga slapen. Ja, ik ook. En dan lukt het niet. Nee, het lukt niet. En dan 6:30, bijvoorbeeld ik word 6:30 wakker. 6:30 val ik weer in slaap. En dan ben ik daarna helemaal verrot wakker. Want komt zij wel, een kwartier later, koekoek. En dan denk ik, wow, what happened gewoon. Alsof je helemaal in een andere dimensie bent geweest. Ja, echt. Ja, echt. Klopt, dat had ik ook. Zo aan het schoppen. Oh, normaal. God, kan ik het ook voelen? Hè? Ja, ze is echt, ze zit nu hier, je voelt er gewoon. Kijk hier, voel je? Ja, oh, dit is weer zo raar. Ja, hè? Oh, echt, voelt alsof ik naar mijn eigen buik zat weer. En dan zit hier nu niks en hier wel. Je voelt het gewoon. Ja, jeetje, je zit hier gewoon, wat is dit? Ja, wat zou het zijn? Wow, voel je het? Ja. Kijk, schaap. Het lijkt wel een soort schouder hier. Ja. Nou, ze ligt wel goed en zo, toch? Volgens mij ligt zij nog horizontaal. Oh, dus het is nog spannend. Ja, en dat zie je niet vaak, hoorde ik ook. Dus we gaan het zien. Misschien kun je ook wel een keisje krijgen. Ja, dat is dus voor mij gevaarlijk. Tenminste, gevaarlijker. Geen goede optie. Nee, omdat je dat ik moet eigenlijk natuurlijk bevallen. Maar ik wilde wel voor een keisje. Ja, dat weet ik. Ja. Ja. Inmiddels is hele lieve Dolce erbij. Dolce Mia, ze is zo schattig. Ja. Kijk, ik weet niet of jullie er zien. Ik had ook nog een vraag gekregen. Hoe ben je op haar naam gekomen? Zullen we die even snel tussendoor nog doen? Ja, ik vind... Het is zo spannend. Ik vind Dolce sowieso een hele mooie naam. Ja. Ik heb natuurlijk ook Italiaanse roots, dus dat vind ik, dat past er wel helemaal bij. Ja. Hi. Nou ja. Ik heb Dolce met een S natuurlijk ook wel voorbij zien komen. Ja. Maar goed, ik wil natuurlijk niet zomaar iemands naam ook overnemen. Dus ik heb het dan met een C gedaan. Ja. En op Italiaans. Mm-hmm. Van Dolce Vita, toch? Ja. Daar is een beetje van afgeleid, toch? Ja,
En okay. toen kwam Raf met Mia, zodat er ook echt een betekenis bij kwam. Gewoon mijn liefste. Mia. Ja. Dat betekent mijn liefste. Ja, Mia is mijn en Dolce is liefste of mooiste. Ja. Dus dit is mijn liefste, mijn mooiste. Een beetje een koosnaampje. Ach, gossie. Ja. Nou, dan weten we die ook meteen. Ja. En ik wilde eigenlijk Dolce Mia Rambaldo van Mode doen. Ja. Maar... Je eigen naam er nog tussen. Ja. Maar goed, dat is bij Julie Marie of bij Jules wel gelukt, maar bij mij ook niet. Bij mij kwam het er niet doorheen. Nee, bij mij ook niet. Nee. Stom, hè? Oh, daar baalde ik zo. Zeiden ze bij jou ook gewoon dat Rambaldo gewoon geen voornaam was? Ja. Ja, bij mij zeiden ze ook, Reinis is geen voornaam. Ja. Maar ja, jij zit in de gemeente Zandvoort, net als Julie. Ja. Dan zei het tegen mij, jij zit in de gemeente Beverwijk, misschien is het daardoor anders. Ja, maar, nou, ik heb zo gebeld en gedaan. Hoe heb jij dit gedaan? Ik moet dit ook. Ja. Nee. Maar nu kan je het aanpassen, hè? Wist je dat? Ja, de achternaam. Ja? Kan je niet één erbij zetten dan nu? Ja, maar ik wil één achternaam. Oh. Nou, goed. Ja, normaal... Ik zit dus nu soms al te denken om nu alsnog te doen. Oh ja. 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 Ik vind het gewoon leuk. Ja, ik vind het... Ik denk als ik 2-3 meisjes zou krijgen, dat Raf het ook leuk vindt. Maar als ik een jongen zou krijgen, vindt Raf Rambaldo dan weer niet zo leuk. Nee. Nee. Dus en je vindt het op zich niet erg meer? Nee. Ik wil dat echt als tweede, derde naam. Ja. En dat is dan niet gelukt. En verder denk ik, nou, dan is de achternaam ook goed. Ja. Oké. Ja. Nou, de allerlaatste vraag. Hoe gaan de nachten met jou? Hoe gaan ze? De nachten gaan hartstikke goed eigenlijk. Ja. Ga je drinken of niet? Wil je niet? Nee. Je bent eigenlijk hartstikke zoet, hè? En je zit al een half uur ben je gewoon heel lief. Mijn meintje aan het kijken. Ja. Ja. Maar nu vindt ze het niet meer zo leuk. Maar de nachten gaan goed. De nachten gaan goed. Ze slaapt in principe van 8 tot 8. En dan komt ze 1 keer voor een fles. Oh, wat knap van jou. Ja, alleen nu zit ze in sprong 3. Ja. Dus dan komt ze iets vaker. Je hebt het nu wat pittiger. Ja, ja. Ik heb het nu echt wat pittiger. Die sprongen kloppen echt. Ja, ik krijg DM's van het klopt niet. Nou, dan is er iets anders. Het klopt want wel. Elke keer als ik krijg... Mia zit nu, Dolce zit nu in een sprong. Ja. Merk ik het aan de nachten, aan haar humeur. Maar je gaat niet van tevoren kijken? Nee. Nee, ik toch? Ik wil het niet weten. Nee, ik had een vriendin die dat deed. Die ging al van tevoren kijken wanneer er weer een sprong kwam. Nee. Maar daar moet je echt niet aan beginnen. Nee, want dan ga ik dingen afbellen en zo. Dat ga ik niet doen. Nee, toch? Nee. Dus als jij denkt, wat is er aan de hand? Dan krijg je zo'n icoontje met het is bliksem. Ja, toch? Bliksem. Ja. Ja. En dan denk ik, oh. Met de OEIC groeiapp is dat. Ja, klopt. Groeispurt betekent dus dat. Dus normaal 1 keer een nacht wakker en nu wat vaker. Ja. Nou, dat doet ze toch al hartstikke goed. Ja, ik ben hartstikke trots op je. En je moet weer zo denken. Ik pak even iets op voor je. Oh. Maar alles is een fase. Klopt. Toch? Ja, is ook zo. Echt alles is een fase. Het gaat allemaal voorbij. Dus je weet dat het weer overgaat. En met de tweede weet je dat helemaal. Ja. Ja, dat zal, hè. Weet je, dan denk je, oh, dan slaap ik even nu een week niet. Dat komt echt wel weer goed, denk je dan. Nee, we hebben nog een cadeautje even voor jou. Zetten. Oh, die hebben we voorbij zien komen. Heb je ze al een keer geprobeerd? Nee. Ik ben heel benieuwd. Maar ik zag het hele andere video's. Ja. Niet normaal. Voor jouw billetjes, hè? Dit zijn de lekkerste babydoekjes die er zijn. Geweldig. Lekker groot, vochtig. Super. Aloe vera. Heel goed ook voor het milieu. Ja. Hè? En je hebt echt maar 1 nodig. Je kan hem dubbel slaan en doe je nog een keer. En dubbel slaan doe je nog een keer. En niet al die doekjes zo eruit vissen. Oh. Want dan is je pakje meteen leeg. Dus dit zijn echt topdoekjes voor jou. Heerlijk. Je hebt ze zelf zeker nog niet gebruikt. Ja, jij voor Bel. Ja, ze staan ook op tafel hier nu. Nee, maar gewoon meer voor als er snoet vies is. Ja, dan gebruik ik ze ook. Oh, dat kan ook allemaal. Ja hoor, ja. Dus dat doe ik dan. Of als ze naar bed gaat en ze gaat niet naar bad, dan doe ik even haar handen en haar voetjes even hiermee. Dus ik gebruik het wel al, maar nog niet. Maar Bel is helemaal zindelijk, dus niet voor dat soort dingen. Wanneer is zij zindelijk geworden eigenlijk? Toen zij 3 jaar werd. 3 jaar was alweer. Ja, ietsje ervoor. Ja. Ja, uit het niets gewoon. Hoppakee. Ja, ik had het helemaal niet getraind of wat dan ook. Gewoon ineens. Marie is natuurlijk nu gestopt met speen met Lima. Heeft Bel een speen? Nee. Oh, nou, top. Nee, ik zie soms nog kindjes van, soms al 4 jaar met speen. Ja. En ik snap, no offense, maar dat het ook soms heel moeilijk kan zijn. Maar Marie heeft gewoon tegen Lima gezegd, als jij naar school gaat, naar de Peter Speelzaal, dan krijg je gewoon geen speen meer klaar. Heeft hem gewoon afgepakt. En dan huilen ze maar. Ja, maar voor mij viel ook dat mee.
Ja, ja. Klaar gewoon, geen speen. En Bel heeft dat nooit gehad, alleen in het begin, toen ze deze leeftijd was. Ja. En toen ineens ging ze elke keer uitspugen toen ze sliep. En toen dacht ik, nou, alleen met inslapen een speentje, maar dat was al heel snel over. Ja, ik wil je bedanken. Voor de ja, en ik wil jou bedanken voor het leuke gesprek. Jij bedankt ook. Ook voor het open gesprek van je. Ja. En voor de adviezen. Dus doe er wat mee als ze jullie kan helpen. Ga naar Gent. Ja. Daar hoor ik zelf ook in de winkel dagelijks hele goede verhalen over. Ja. Dat het toch echt wel een verschilletje is met hier. Ja. Hè? Het is zo. En hartstikke leuk dat je wilde langskomen met deze kleine. Ook deze kleine terror, hè? Nee, is echt niet. Het is hartstikke lief. Nou, dag allemaal. Doei.